Table of Terror leg ik 3 munten op tafel. Degene die de rode munt trekt, mag een doos uitkiezen. En in de doos staat een opdracht. Die moet je zelf doen. Lukt dat niet, krijg je schokpunten. Lukt het wel, mag je schokpunten uitdelen. Degene die na alle gespeelde spellen de meeste schokpunten heeft, die moet op de schokstoel. En dat is echt terror. Met wie gaan we de Table of Terror spelen eigenlijk? Ik ben Joen en hij. Ik ben Daan. Ik ben Sterre. Welkom. Dank je. En voor de oplettende kijker, zij zijn natuurlijk van brugklas. Kijk of deze brugpiepers een beetje opgewassen zijn tegen Kaal of Kamber. Ja. Table of Terror. Mm. Okay. 3, 2, 1 en pak maar een munt. Maar eerst is het aan jou de taak om een doos uit te kiezen. Een van de bovenste. Bovenste? Ja. Blijf maar zitten hoor. Oké. Okay. Ik ga voor links. Links. Linksboven. Ja. Oké. Okay. Pak de envelop er maar af en lees hem hardop voor. Ratten in de haven. Laat 3 muizen vallen dichtklap op je hand. Laat 3 muizen vallen dichtklap op je hand. Alsjeblieft. Zal ik ze voor je op scherp stellen? Ja, doe maar. 3. Maar 3 hoeveel, ook. Om hoeveel schokpunten spelen we? 1 schok. Oh, 1 schok. Gewoon 1 schok. Maar kan je vertellen, misschien is dat wel erger dan 3 muizen. Want ik wil echt niet. Ja, maar dit gaat ook hard. En dat is langer. Dus een schok is gewoon een schok. Echt iets fout in mijn hoofd. Echt hoog. 3, 2, 1, go. Sorry. Oké. Okay. Oh. Nog 2. Sorry. Go, het doet echt gewoon veel pijn, oké? Okay? Doe het! Nu! 3, 2, 1. Nee! Sorry! Geworden. Ja. Ik vond het best grappig. Ja. Of is dit... Nee, gaat wel goed. Wie krijgt de schokpunt? Jonai, sorry. Daan heeft me geholpen. I'm so sorry. Misschien wel. Nee, niet aan de... Ook goed. Hoeveel volt staat hij? 900. Sterren? Ja. Deel maar uit. Ah, ik wil niet! Ah, nog snel. Doe maar. Ik heb gedrukt. Nog 1 keer. Sorry. Dit viel wel mee, toch? Ik denk echt dat het alle gejankjes zo meteen. Volgende! Kies er één uit. 3, 2, 1, kom maar. Daan mag een doos uitkiezen. Ik hou van zwart, dus doe die maar. Ja. Er zijn rat te vallen, weet je wel. Oh, ik ben er klaar mee, jongen. Je moet het snoepje uit de mond van een vis zuigen. Oh. Daan. Het snoepje uit de mond van de vis. Uit tanden. Nee, die lagen erop. Er zit in zijn mond zit nog iets. Oké, kom maar. Gadverdamme. Nee, niet op. Gadverdamme. Ik heb getonkt met een vis. Yes. Maar 2 schokken mag je uitdelen. Aan wie? 2 schokken aan 1 iemand? Ja. Nou, je mag ze voor mij ook verdelen. Ah, dat zijn jou. Ik voel een beetje haat. Is er iets niet goed gegaan op de set, jongens? Ik vind het gewoon zijn er vervelende liefdescènes geweest? Nee, maar ik vind ook wel dat het mag. Want hij trekt dat niet. Jas uit. Ik zeg dat echt niet. Oh, heb je me geel gehoord? Ik heb morgen geen stem. Ja. Oh, nee. Deze? Nee. En, hoe doe je dit dan? Zo? Ga je gang. Oké, dat is 1. Ja. Oh. En ik doe hem snel af voor je. Nou, je hebt hem doorstaan. Respect, ja. Tussenstand. Na 2 opdrachten. 2 schokpunten. Voor Madammeke. 0 voor Daan. En 1 voor jou en mij. Jongens, hand op de munt die je om wil draaien. 3, 2, 1, draai om. En dat is weer op Daan. Dat betekent dat jij gewoon weer schokpunten krijgt, hè? Ja, maar hoezo? Hoezo ik? Eerst op de... That's why! Oké. Is mijn doos. Ja, doe die maar. Ja. Oh, die is heel zwaar. Daan, hallo, ik heb je de hele tijd geholpen. Lees me voor, hardop. Ontploft smokkelwaar. Je vrienden bekogen je met een gevonden zak wit poeder. Maar okay, wat voor een wit poeder? Dit. Oh, leuk. Ga maar staan. Wie begint? Ik.
Oké, perfect. Ogen dicht dan. Sterren, heb je het idee dat je bij Rad van Fortuin staat? 3, 2, 1. En kijk even naar de cameraman, jongens. Is alles oké? Okay? Zullen we even iets van kijken? Gewoon, dat er echt nog wel you did that. Iets te zien is. Volgende! You and I. You and I. Daan? Ja. Zorg ervoor dat alles wat er nu nog in het zakje zit, over hem heen komt. 3, 2, 1. Kom maar. Nee, in zijn gezicht gooien. Juist, zo ja. Precies. Nou, dit is het eigenlijk. Oh, hoe voelt het dan? Ja, het voelt melig. Ga maar lekker zitten, jongen. Schokpunten! Voor wie zijn de schokpunten dan? Even kijken. Niet voor you en I, maar voor him. Oké. Okay. Grappen! Ga maar zitten. Dat is één punt, toch? Jas uit? Dat is ja, één schok. Is één punt. Ja. Oh, ik ben er klaar mee. Even ik denk aan. De geluidsman dadelijk ook met jou. Ja. Het zit in mijn oog. Oké, okay, ik tel wel af, oké? Okay? Nee, wacht. Wat even? Ik tel wel af. Nee. 5, 4. Handen op de munt die je om wilt draaien. 3, 2, 1. Daan. Wederom Daan. Welke doos kies je Daan? Inimine met een zwart. Zwart? Ja, zwart. Omdat dat jouw geluk bracht? Zo, dat is niet goed aan. Dat is gewoon heel zwaar. Wat dan? Lees maar voor. Vis het snoepje uit het visafval zonder handen. Ah, jij bent wel. Wat heb je met snoepjes en vissen? Het was best wel snel. Nee. Gat. Waar zit dat snoepje? Waar is het snoepje? Nee, mijn reet. Hier zit het snoepje. Oh. Twee schokpunten? Ja. Darius heb het net voorgedaan. Wat? 3, 2, 1, go! Waar zit daar? Nee, maar ik kan er niet eens in, joh. Jawel, kan wel. Nee, ik kan er oprecht niet in. Je mag er ook wat vis uitvissen met je mond. Ah, woordgrappen. Nee, sorry. Gadverdamme. Eeuw, Daan, hou op, stop. Daan, je bent echt gestoord, echt. Nee, ik wil winnen. Maar zit het nou, het snoepje nog. Ja. Oh mijn god. Ah, daar was het snoepje. Gadverdamme, zeg. Mama, dit is echt een diepe punt uit mijn leven. Twee schokken. Uitdelen. Aan? Ik heb het uit hem gedaan, dus nu zijn we weer. Hij moest er eentje. Jas uit, alsjeblieft. Oké. Okay. Doe anders allebei één. Je hebt al gekozen. Kan dat? Alle twee één? Ja. Dan alle twee één. Tussenstand. 2-0. Toch? Ja. Dorie, het is zo vervelend. Sorry, ik stond op je teen. Zo vervelend. Kijk wat ik heb gedaan. Er zit een vlieg op. Okay. Ja, die vinden dat lekker. Nee, net zoals jij. Wacht. 3, 2. Ah, sorry. Als jij je stem kwijt bent, dan zit die maar recht door. Tussenstand. Schokpunten. 3 voor Sterren, 3 voor you and I en 0 voor Daan. Oké. Okay. Hand op de munten. 3, 2, 1. Laat maar zien. Sterren! Nee. Daar ga je. Kies maar een doos uit. Oké, ik ben links. Links? Dus ga ik voor links. Oké. Brengt vast geluk. Lees mijn hart op voor. Acteerklusje, prank call. Paniek, bel je moeder dat je zit opgesloten in een container op een varend schip. Je komt vanavond dus niet meer thuis. Oeps. Heb je je telefoon bij je? Ja. Ga maar bellen. En als je moeder niet opneemt, mag het maar, wat mij betreft ook iemand anders zijn, hoor. Als je maar iemand in de maling neemt, die het gelooft, een minuut lang. Seftje. Nee, dat is niet goed geloven. Ik wil ook Seftje aan doen. Oh, schatje. Gaat ze? Is dat een collega? Ja, die is die. Doe maar. Ja? Ja. Zeg hem dat je moeder... Sef! Sef! Ja? Sef, ik zit vast. Oh my god. Ik zit vast in een container. Ik kom er niet uit. Sef, kun je iemand bellen alsjeblieft?
Ja, is goed. Wie moet ik bellen? Jonai of Daan of Kimberly misschien wel. Maar ik weet niet waar ik ben. Ik ben helemaal verdwaald. Ik zit in allemaal doos. Ik weet echt niet waar ik ben. Oh my god, hoe de fuck kom je daar überhaupt? Ja, ik moest ergens heen lopen voor een opdracht. En opeens was iedereen weg. Dus of ze maken een grapje met me of ik weet echt niet. Ik weet echt niet. Zelf kun je alsjeblieft niet bellen. Ja, is goed, sir. Ik wel. Oké. Oké, maar Sef, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ster, doe rustig. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ster, ik wil liefje, doe rustig. Ik ga nu bellen, oké? Ik bel je zo terug. Oké, maar kun je alsjeblieft even kijken waar ik heen moet of zo? Ik stuur even locatie, oké? Ja, doe maar. Oké, dankjewel. Rustig, Ster. Oké, doe. Doei. Doe. Ja. 1 minuut en 2 seconden! Nou, hij is gehaald. En ik denk dat je dadelijk wel... Oh, ik dacht dat je mij een hand ging geven. Oh, ja. Ik denk dat je dadelijk wel eventjes iemand terug moet bellen. Maar eerst over tot de orde van de dag. Want, puntje. Nou, schokpunten. Kom maar dan. Met je 0 punten. Hoeveel schokpunten was dit? 1. Oh, lekker! Tussenstand. Met nog 1 opdracht te gaan. 3 punten voor Sterren, 1 punt voor Daan en 3 punten, schokpunten moet ik dan eigenlijk zeggen, voor Jonai. Handen op de munt. 3, 2, 1 en draai maar om. Weer Sterren. Harries, kom maar. Oh, en het geluid dat Harries maakte, dat belooft weinig goed. Dus dat doet mij besluiten om toch eventjes een kijkje te nemen. Gadverdamme, weer. Weer zo vies. Weer zo extreem. Lees maar eerst voor. Ja, joejoe. Ja, uitlepelen, eten vissenoog, wel zelf weer uitvissen. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Eten vissenoog. Oh, ik had het wel willen doen. Bitch. Oké. Als ik het dan doe, dan geef ik jou van die... Eet een vissenoog. Waarom zou je voor je lol een vissenoog gaan eten? Omdat je anders in de schokstoel moet. Nee. Ja, ik ga in de schokstoel. Joejoe. Dat ga ik niet. Gadverdamme. Dat is lekker. Ja. Ik zou het gewoon doen. Jij houdt toch zo van sushi? Ja. Dit is gewoon sushi. Nee, oh, die wordt er nog ingegeven. Nee. Hey, Ster, heb een oogje op je. Hier zo. Ja. Die Eye of Sauron. Ja, nee, ik ga het echt niet doen. Ik ga het echt niet doen. Nee, echt niet. Oog contact? Nee, ik ga het echt niet doen. Probeer het. Nee, echt niet. Echt niet. Dan pak je 2 schokpunten en dan verlies je. Ja. Als je zou moeten kiezen tussen die of die, had ik het wel geweten. 3, 2, 1. Auw! Ik heb geteld, dat waren 3 cacao, hè? Ja, hallo, nee! Telt niet, andere oog. Nee, echt niet. Godverdamme. Je mag ook in de schokstoel, hè? Oh, god. Nee. Hallo, ik heb 5 keer gekauwd! Dit is niet 5 keer gekauwd, dat echt 3 wel. Keer. Kom op, jij had het sowieso niet gedaan. Echt wel. Je had niks gedaan. Ik zeg net, ik wil het wel doen. Oké, doe jij het dan. Ja. Nee, jongens. Dan kom je er onderuit en gaat daar op de schokstoel. Ja. Dat vind ik heel goed. Oké, dat is goed. Maar dan moet je hem wel echt kauwen. Echt goed kauwen. Moet je dan ook doorslikken? Doorslikken wel. Dan doorslikken, dan ga ik op de schokstoel. Hier, eet hem er maar vanaf. Zo. Gadverdamme. Hij doet het, oké. Vies! Dan, wij gaan niet in die schokstoel, denk ik niet, hè? Ik doe alles, we gaan niet in die schokstoel. Dan? Ja? Ja, ik vind je heel sportief, want je hebt 1 schokpunt, maar daarmee ga je wel op stoel. Very dit is. Harries bindt hem vast. Nou, echt jongen, klasse gedaan, ik heb respect voor je. Maar besef dat ik dik voor stond en... Ja, ik heb een visoog in mijn mond. Ik ga niet in een schokstoel, ik ga niks meer met de stroom. Ik ga niet in het schokstoel. Nee, dat lukt anders. Oh fuck, het is echt zo'n... Nee. Wat is dit dan? Het is warm. Oh, nou, 1 ding is zeker jongens, de Table of Terror heeft zijn naam weer waargemaakt. We sluiten af met Daan, die eigenlijk vet heeft gewonnen, maar zo sportief is om toch plaats te nemen, omdat zijn concurrenten hele vieze dingen hebben gegeten. Daan, ja. Nogmaals, box, klasse gespeeld. Jullie niet? Oh, nee. Niet van die dingen die ze gebruiken. Wow. Die dingen naar de boot. Missen we niet nog een schokband? Nee, die missen we niet. 3, en 2, en 1, en elektro. Zit alsjeblieft. Halleluja, oké. Het is een soort kieteldood dit. Ja, nee.
Oké, gestopt. Daan, ik ga je uit je lijden verlossen. Ah, dankjewel. Nog eentje? Goed gedaan hoor. Wat erg. Dit was dus de Table of Terror. Staan er nog veel meer op ons kanaal. Dus like, abonneer. Ja. Of plaats een comment onder een van de video's. En er volgen er nog veel meer. Daan, klasse gespeeld man. Ja. Doei. Abonneer op ons YouTube kanaal en mis helemaal niks.